de muur. Daar heb ik je al getekend. Nooit af. Met tandeloze onmacht je te proeven. Ik roep je, zwart krijtmeisje. Ik besteel je. Met het snot voor ogen schilder ik je naakt over je jurk. Jouw lokkende kont gaat boven de lompenverf uit. Verf over verf over verf over verf. Nu littekens in barokke arabeske lezen. En in niet te dove rood zweef ik rond je waarheid. Droevig kijkend hert, jouw gedroomd alles wit langs een lineaal uit je keelgat. Best opvallend hoor, dus niet zo ja, maar niet, echte. En het niet, moesje. Geen clownen. Nee, geen clown. Het past mooi bij je kostuum. Ja. Dan ga ik het met het kwastje doen. Oh. Dit zijn foto's van Anton Martinol en Jan Sierhuis. En die zitten hier bij de Zondagschilder. En ik meen, Anton gaf daar les en Jan was daar al weg. Maar die kwam dan op bezoek en dan was ik er ook. En dan hadden we het daar natuurlijk heel gezellig. Eventjes koffiepauze. En dan werd er naar het werk gekeken en even gepraat. En ja, dit is natuurlijk ook in de jaren 80, zeg maar. Erbij. Mensen ja, ik ken heel schilderend Amsterdam maar eigenlijk al in die tijd. En ik was al uitgenodigd bij Et Amicitie. En ik mocht ook mee exposeren met jonge schilders. Ook Appel en Konijnen. Twee jaar na de oorlog kreeg ik ineens een oorlogssyndroom. Ben ik daarbij in therapie geweest, want ik had een loei van een oorlogssyndroom. En dat begon pas toen de oorlog was afgelopen. Ik kreeg ineens enorme angstaanvallen. Zomaar. U maakt werk met een eigen handschrift dat door de jaren heen buitengewoon krachtig is gebleven. Net zo krachtig als uw kleurgebruik. Graag bied ik u het eerste exemplaar aan van het boek dat over uw werk gaat en over uw leven. Nella was een meisje die nog heel erg verlegen en heel erg vanuit een bos de wereld in moest gaan.